Hallo allemaal, daar ben ik weer. Even een stukje rekenrekje, kralenlijn, getallenlijn en hoe zit het eigenlijk? Een beetje uitleg voor jullie papa's en mama's, maar ook voor jullie voor het geval je het even vergeten bent. En ook voor de wat moeilijkere dingen, want we gaan het stapsgewijs een beetje moeilijker te maken. Gelukkig heb ik als juf een hele grote, een heel groot rekenrekje, zoals jullie die thuis ook meegekregen hebben van school. Dit rekenrekje bestaat uit rode en witte kralen. Daarin zit de 5-structuur. Dat hebben we gedaan zodat het snel en overzichtelijk is hoeveel kraaltjes zet ik erop. Door te doen leren we langzaamaan dat we namelijk niet meer alle kraaltjes één voor één hoeven te tellen. Maar dat we op een gegeven moment kunnen zeggen, ik weet al, die heb ik al heel vaak geteld, dit, al die rode kraaltjes, dit zijn 5 kraaltjes. Kijk maar. 1, 2, 3, 4, 5. En als ik de hele bovenste rij erop doe, en dan doe ik even een klein stapje naar achteren, want dan kunnen jullie het allemaal net even iets beter zien. Als ik de hele lijn erboven doe, naar de zijkant, dan zie je, dit zijn er 10. Want dit is één hele rij, is 10 kraaltjes. Ik weet dat al, want ik heb ze al heel vaak geteld. En daarom weet ik dat er op 1 stang 10 kraaltjes zitten. Als ik dus 2 rijen heb, dan heb ik in het totaal hooguit 20 kraaltjes. Nu zul je merken dat langzaamaan de sommen steeds een beetje moeilijker worden. En dat ik eigenlijk aan die 20 kraaltjes niet genoeg heb. Dan ga ik over naar een kralenketting en ook doen we het vaak op de getallenlijn. Ik laat het op het bord zien. Ik pak nog even een klein stukje terug naar het rekenrekje en kijk maar even met mij mee. Ik heb hier een plaatje staan van het rekenrekje. Zo'n rekenrekje hebben jullie thuis. We maken daar kleine sommetjes op. Sommen waar de uitkomst maximaal 20 is. Want anders past het niet meer op ons rekenrekje. Nou kun je de kralen zoals die op het rekenrekje zitten, kun je ook in een plaatje maken. Dat zie je een beetje hier. Ik pak even mijn pen bij. Dan snap je ook waarom wij dit doen. We hebben de kraaltjes. 5 rode kraaltjes zitten er eerst. Dan zitten er 5 witte. En op de onderste regel precies hetzelfde. Maar nu gaan we de stap maken naar een getallenlijn. Een getallenlijn beginnen we vaak bij 0. Bij 0 heb ik nog geen kraaltjes. Helemaal niks. En ook hier zie je in deze getallenlijn weer die 5-structuur naar voren komen. Ik zie 1, 2, 3, 4, 5 rode kraaltjes. En dan volgen weer 5 witte kraaltjes. 2, 3, 4, 5. Vervolgens weer 5 rode en dan weer 5 witte. In het totaal zitten ook op deze kralenketting maximaal 20 kraaltjes. Waarom doen we dit? Dit doen we omdat als we een opdracht straks krijgen en we zeggen, waar zit ik op de getallenlijn als ik hier een streepje trek? Dat je eigenlijk gelijk kan zien, hé, dat zijn er 5, dat weet ik, want dat zijn alle rode kraaltjes. Dus als ik hier een lijntje trek, dan zit ik bij 5. Zo leren we langzaamaan tellen op de getallenlijn. Als ik het nog een stapje moeilijker maak, dan zet ik even hier een streepje. Ik trek hem even door naar de lijn. En als je heel goed kijkt, dan zie je ook, ik heb die rode kraaltjes, ik heb alle witte kraaltjes en ik heb hier nog een rood kraaltje. Als je dit op je rekenrekje zou doen, zou je nu een hele rij doen en 1 erbij. Dan weet ik, bij deze zit ik op 10, dan zit ik bij deze zit ik op 11. Het gaat erom dat kinderen dit inzicht krijgen in hoe de getallenlijn werkt. Als we nu verder gaan en we gaan richting eindgroep 3 en straks in begin groep 4, dan hebben we het niet meer over het rekenrekje, hè, want dan kunnen we maar tot 20, maar dan gaan we een stap verder. Dan nemen we een kralenketting, een lange kralenketting, of zoals ik hem hierboven heb staan. Dan zie je gelijk dat het er heel veel zijn. Dit zijn namelijk wel 100 kraaltjes die erop zitten.
als ik dan met die 100 kraaltjes nog steeds met de 5 structuur zou werken, zou dat heel veel verschillende kleurtjes zijn en zou het ook niet meer overzichtelijk zijn. Wat hebben ze nu gedaan? Zo gauw als ik naar die grote kralenketting ga, of dat nou een ketting is, of hier de kralenlijn zoals ik hem hierboven heb, dan hebben we stukjes van 10 gemaakt. Die stukjes van 10 zie ik heel goed aan de verschillende kleuren kraaltjes. Allemaal rode kraaltjes, ik weet, als ik zo'n heel blokje pak, dat zijn er 10. En als ik dan ga tellen, dan kan ik zeggen 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. En die laatste, even zo. 100. In het totaal 100 kraaltjes. Dit doen we. En hier gaan we ook mee oefenen. Hoef je niet gelijk allemaal te kunnen. Niet gelijk helemaal. Maar dat zijn er 100. Dat zijn er veel te veel. Komt allemaal goed. Wij gaan het oefenen. Het gaat erom dat je weet dat het in stapjes van 10 gaat. Als ik nu een getal op de kralenlijn zou zetten. Hè, en ik neem hem even willekeurig. Ik zeg hoeveel kraaltjes zijn dit. Dan kan ik dat in stapjes van 10 doen. Dan begin ik. Ik maak een heel klein beetje ruimte. Ik heb hier 10. Ik doe er nog eens 10 bij. En dan ga ik eens kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. 10. Bij 10 is 20. 21. 22. 23. 24. 25. Door deze manier van werken weten ze ook dat het steeds een beetje meer wordt. Het wordt meer naarmate ik verder meer kraaltjes pak op de lijn. Dat inzicht is belangrijk voor als we wat grotere sommen krijgen. Daarom zijn we dat nu al aan het oefenen. Sommen, net als deze hieronder, waarin, als je het goed ziet, je ziet de kralenlijn of de getallenlijn van 0. Er staan stapjes bij 5, 10, 15, 20. En dan staan hier allemaal kaartjes bij. Die moet ik verbinden aan de getallenlijn. Dit is best wel een lastige opdracht. En daarom pakken we er graag iets bij. He? Tot 20 kan met het kralenrekje, met het rekenrekje. En als we er meer dan 20 hebben, hebben we ook meer kraaltjes nodig. Ja. Ik hoop dat dit een beetje een duidelijke uitleg was over de verschillende materialen. En ook het belang van het leren op de getallenlijn te tellen. He? Het wordt steeds meer naarmate ik meer kraaltjes pak. Naarmate ik verder ga op een getallenlijn. Heel erg bedankt. Tot de volgende keer. Doei!